Yes. Ja. Vandaag bespreken wij De Wereld Draait Door aan de hand van het gesprek met Yvonne Jaspers over haar servies en de boete die het programma daarna kreeg voor vermijdbare uitingen. Dit is de derde keer dat wij De Wereld Draait Door bespreken. In de eerste bespreking zagen we dat er een strikt onderscheid gemaakt werd tussen mooimakers en andere makers. En we zagen ook wat er gebeurde als zo'n andere maker een taboe aanraakte. Dan wordt hij namelijk ingekapseld en verguisd. Ja. In de tweede bespreking zien we wat er gebeurt met de mooimakers. Ja. De inhoud is verdwenen en wordt er op allerlei manieren opgeplakt. En zodoende lijkt het gesprek meer dan het is. Het lijkt het programma meer dan ja, het en is. De mooimakers doen zich ook voor als taboe doorbrekers. Voor de mensen die denken van waarom een gesprek met Yvonne Jaspers over een servies. Dit gesprek is interessant omdat de wereld daardoor een boete heeft gekregen voor wat er gebeurt in dit gesprek. Er werd namelijk volgens het commissariaat voor de media reclame gemaakt voor dat servies. Ja. En dat noemt het commissariaat voor de media een vermijdbare uiting. Programma's die gemaakt worden van publiek geld moeten het publieke belang dienen en niet het belang van een of ander bedrijf. Dan gaan we eens kijken naar dat gesprek en ja, wat voor gesprek dat eigenlijk is. Wat gebeurt ja, er? En wat is dus blijkbaar beboet? Wat mag dus blijkbaar niet? Yvonne Jaspers, als tafeldame mag je mij ook verrassen. Ik heb geen idee wat hier staat. En nee, ik mag het ook niet weten. Want je mag het wel weten. Nee. Ik ben een nieuwe carrière begonnen. Ze heeft een nieuwe hobby. De hobby's van de sterren. Die noemen we carrières. Ik ben serviezen aan het ontwerpen geslagen. Dat is een enorme hobby. Hier is wel een hobby al. Ja, ze ziet zelf ook wel dat het eigenlijk een hobby is. Dus ik heb een servies ontworpen. En deze week... Ja. En dan all the way, hè? 20-delig, platte borden, diepe borden, alles, theepot, eierdoppen, alles. Ja. Komt deze week in containers uit het Verre Oosten. Met, nou ja, echt door kinderhandjes pallets gemaakt? Nee, niet door kinderhandjes, natuurlijk niet. Niet door kinderhandjes. Het zijn gewoon volwassen mensen die wegrotten in grote fabriekshallen. Ja. Oh, gelukkig. Ja, ik dacht even dat het om kinderen ging. Ja. En waar kan ik, mag ik al kijken? Of? Ja. Dit is, wat mij betreft, de eerste reclame deal van Matthijs van Nieuwkerk. Hij slikt hem in, maar hij heeft hem wel gedaan. Ja. Hij zegt, waar kan ik dat servies kopen? Ja, misschien moet ik het nu onthullen. Ja. De naam is Kakelbond. Kakelbond? Tadaa! Tadaa! Ja, dus... Ja, Yvonne. Ja, het is misschien een beetje vrouwelijk, maar... Het is wat feminien, ja. Hij maakt meteen een chiquer woord van. Ik heb daar een woord voor dat is afgeleid van het Latijn. En vind ik dat toch net iets prettig klinken. De grap is dat je het zo leuk kan combineren, hè? Ja. Dus is het nu echt aan het verkopen? Ja, dit is echt de verkooptaal. Koop er niet één, koop er meer. Jij woont toch voor een deel op een boerderij? Dat doet het echt heel leuk daar. Jij woont toch op een boerderij? Nou, het is ook leuk voor op een boerderij. Ja. En waar kan ik dit... is dat... Hij aarzelt om het te zeggen. Ik heb toch het vermoeden dat hij voelt dat ze op een grens zitten. Van wat het commissariaat voor de media gaat accepteren. Ja, maar ik mag geen reclame maken natuurlijk. Nee. Nou, maar je mag kan geen het reclame maken, wat ben je aan het doen, zeg? Maar ik zeg niet waar het is. Ik snap niet hoe zij kan denken dat het om die reden geen reclame is. Want in Coca-Cola commercials wordt ook niet verteld waar je Coca-Cola kunt kopen. Er staat ook niet aan het eind van de commercial bij Albert Heijn, Jumbo, Plus en Aldi. De heilige graal in de commerciële wereld is volgens mij dat Nike-logo, wat alleen maar een vorm is. Hoe kunnen we zo goed branden dat je alleen maar een vorm nodig hebt. Ja. En Yvonne Jaspers denkt dat ze dus na alle verkoopargumenten te geven... echt de winkel moet vermelden om het een reclamestempel te geven. Je kunt gewoon googlen Yvonne Jaspers, Kakelbond... en dan is link nummer 1 de plek waar je het kunt kopen. Precies. Je hoeft ook niet prijzen te doen. Is dit nou, kan ik dit alleen in de PC Hoofdstraat kopen? Of nee, juist niet. Het is dus heel goed te betalen en voor iedereen. Dat is nou zo leuk. Als je dit op tv zegt, dan ben je gewoon... glashard iets aan het verkopen. Ja. Dit kan zo recht op Telcel. Er hoeft niks aangepast te worden. Ja. Het is gewoon hetzelfde. Het commissariaat deelde een boete uit van 100.000 euro in eerste instantie. Toen heeft De Wereld Daardoor zich daartegen verweerd. Ik weet niet wat de inhoud van het verweer precies was. Maar die boete is toen gereduceerd tot 50.000 euro. En dat hebben ze ook echt moeten betalen. Dat heeft ons op het idee gebracht om eens even naar die wetten te kijken. Allereerst definieert het mediabesluit 2008 wat vermijdbare uitingen zijn. In deze paragraaf wordt onder vermijdbare uitingen verstaan vermijdbare uitingen anders dan reclame of telewinkelboodschappen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd. Nou, ik denk dat we al heel helder hebben dat wel echt gebeurd is. Dat kunnen we ook met lekenkennis beoordelen. Maar we weten nu dus ook dat het commissariaat voor de media blijkbaar deze uitzending heeft gezien. Ja. Dus nu is het interessant om de rest van de uitzending eens te bekijken en te kijken wat voor uitingen daar verder nog in zitten. Nou, meteen na het gesprek over het servies gaat Matthijs van Nieuwkerk praten met Maarten van Rossum. Eerst gaat hij met hem praten over de opmars van Sarah Palin in de Verenigde Staten.
En dan zegt Matthijs van Nieuwkerk... Maar heeft u zich... U weet alles van dat land. We kunnen ons hier al meteen bij afvragen... is dit een vermijdbare uiting? Heeft het ook onmiskenbaar tot gevolg dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd? Ik zou zeggen, er zijn argumenten voor en argumenten tegen. Je kunt zeggen nee. Hij geeft een persoon een compliment. En die persoon die maakt misschien producten en levert diensten. Maar je prijst niet direct die producten en diensten aan. Aan de andere kant kun je wel zeggen... Maarten van Rossum heeft een blad dat Maarten heet. Dat is zijn blad, daar staat zijn hoofd op. Hij treedt op in programma's als Maarten van Rossum. En daar verdient hij ook geld mee. Die personen die we hier zien zijn meestal ZZP'er. Mm-hmm. Dus eigenlijk eenmansbedrijven. Mm-hmm. Dus ook als je een persoon opluistert... maak je in feite voor een deel reclame voor die persoon. De reclame die hier wordt gemaakt is de volgende. Als je iets van duiding wil over de Verenigde Staten... vraag dan Maarten van Rossum. Ja. Vraag niet een ander, vraag hem. Ja. Dat is een vermijdbare reclameboodschap inderdaad. Ja. En dat is interessant, want hoe gaat Maarten van Rossum daarmee om? Hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Autoriteit dichten we u graag toe. Dat laat zich ook meestal wel vallen. Onzin, eerlijk gezegd. Maarten van Rossum reageert met nou, duidelijk relativerend. Ja. Matthijs van Nieuwkerk zegt, die autoriteit dichten we u graag toe. En dat laat zich ook meestal wel gevallen. Dat laatste zinnetje vind ik belangrijk, omdat hij daarmee medeplichtigheid creëert. Je protesteert nu, en je komt nu heel erg nuchter en integer over. Maar, ik heb dit soort dingen eerder over jou gezegd, en toen protesteerde jij niet. Ja. Je hebt mijn koekjes al gegeten. En nu zeg je dat ze vies zijn. Het was bedoeld als een aardig complimentje uw kant op. En dat u niet alles weet, dat weet ik eigenlijk ook wel. Maar... Ik weet wel dat jij niet alles weet van Amerika. Ik zeg dat gewoon. Doe nou mee met het toneelstukje. Jij bent de professor die alles weet. Maarten van Rossum legt dan uit, heel goed vind ik, waarom het gevaarlijk is om iemands kwaliteiten als deskundige te overdrijven. Ik stel voor dat je vanavond bij het journaal zou de journaallezer zeggen van... Nou hebben we vanavond ook in onze studio onze Europa-deskundige Piet Jansen. Die weet alles van Europa. Vanavond doen we Estland. Volgende week is het Spanje en een week daarna is het Oekraïne. En dat kan van alles. Dan zou je toch van het lachen van de bank rollen. Hè? Maar bij Amerika is dat de normaalste zaak van de wereld. Eigenlijk zou je voor elke staat een aparte deskundige moeten hebben. Hij zegt ja... wanneer je dat overdrijft, dan kun je dus een deskundige uitnodigen om te praten over zaken waar die eigenlijk niet zoveel van weet. En krijg je dus gebrekkige informatievoorziening. En dat is wat iedereen voelt en iedereen ziet op tv. We krijgen steeds meer dat niet specialisten op tv praten, maar mensen, namen, talking heads. God, ik wist niet dat u het zo hoog zou opnemen dat ik gewoon even u tot Amerika-deskundige bombardeer. U bent hier al vaker geweest, hebben u ook al wat vaker gevraagd iets over Amerika te zeggen. Komt hier nog een keer, hè? U bent hier al vaker geweest. U heeft al van onze gastvrijheid gebruik gemaakt. We hebben u ook al wat vaker gevraagd iets over Amerika te zeggen. Nogmaals, jij hoort mijn complimenten te accepteren. Dit is hoe dit werkt. Speel je rol. En onder die voorwaarden mag Maarten van Rossum meedoen aan DWDD. Ja, aan het toneelstuk. Hij wordt herinnerd aan het toneelstuk. Zodra je door de deur komt van ons huis en dankzij ons op nationale televisie aandacht mag creëren voor jouw belang, heb je in feite al een sticker. Die sticker die geven ze hem, niet voor hem, die geven ze hem voor zichzelf. Want als hij alles weet van Amerika, dan weten zij dus alles van Amerika, want zij hebben hem. Ja, precies. Dus als hij die sticker aftrekt, dan devalueert het programma. Nu komt het item van de jakhalzen. Matthijs van Nieuwkerk introduceert het item als volgt. Afgelopen week vond in Eindhoven het Tromfestival plaats. En hier verzamelt zich de wereldtop van de allerbeste slagwerkers. Zo ook de oud-drummer van de Britse topformatie The Police. En Jacques Frank, zelf drummer en groot Police. Men mocht eindelijk zijn grote held Stuart Copeland ontmoeten. Yeah. Wereldtop, allerbeste, de Britse topformatie The Police. Groot Police fan, grote held. Dit is geen informatieve tekst. Het is een reclametekst. Dit heeft onmiskenbaar tot gevolg dat de afname van... producten of diensten wordt bevorderd. Namelijk de afname van kaartjes voor dat festival. En de afname van cd's van de Police. Vervolgens gaan we het hebben over Ferran Adrià. Hij is kok van het beste restaurant ter wereld. Ferran Adrià van restaurant El Bulli in Noord-Spanje. Over de man die ons konijnenhersenen met zeeanemonen gaf... de wijn en de ravioli en begonia bloemensoep... is een documentaire gemaakt die morgen op de ITVA in première gaat hier in Amsterdam. Wij praten over de tovenaar Ferran Adrià met topkok en journalist Alain Caron... en met een post chefkok bij het 2-sterrenrestaurant Romblau. Dit is reclame voor Ferran Adrià. Yeah. Reclame voor restaurant El Bulli. Reclame voor de documentaire hierover op het ITVA en voor het ITVA. En je vergeet nog, 2-sterrenrestaurant Romblau. 2-sterrenrestaurant. Dat is niet zomaar een restaurant, hè? Dit restaurant heeft 2 sterren. Precies, inderdaad. En
Alain Caron wordt een topkok genoemd. Dat is ook geen neutrale benaming. Precies. We weten inmiddels door het voorbeeld van Maarten van Rossum wat er gebeurt als je zonder weerstand die sticker accepteert. Ja. Als een van deze referenties voortaan aanschuift over een half jaar en in verweer gaat, dan kan je altijd weer zeggen, hey, maar een half jaar geleden zat je hier. Toen heb je een sticker gegeven. Toen zei je niet, haal die sticker van me af. Dus waarom ben je nu in één keer zo brutaal? Waar we naar gaan kijken is een gesprek van een topkok en journalist, een chefkok en Matthijs van Nieuwkerk. Alle drie spelen een rol. De topkok en journalist is degene die aanprijst. Hij is een soort enthousiasteling. En hij zegt, ja, het is echt geweldig. Hij is echt fantastisch. En hij doet dit en hij doet dat. En hij is geweldig. Hij is een genie. Dat is zijn rol. De chef-kok gaat iets uitproberen. Die zegt van, nou weet je, hij doet altijd dit. En dat laat ik nu in het klein zien. Kijk maar zo. En Matthijs van Nieuwkerk speelt ook een rol. Die zegt even van, maar is dat zo? En die speelt even de naïeve rol. Hè? Even over de oester. Pak je een oester plus balletje? Ja. Jeetje. Ga door. Ja. En die drie rollen die doen me extreem denken aan Amazing Discoveries. We're gonna show you why sit-ups don't work. They're not called sit-ups. They're not good. Don't use that word. I'm sorry. Tony Little is Alain Caron. Dan heb je een mevrouw en die mevrouw doet de oefeningen voor. Dat is die chef-kok. Ja. En de presentator die zegt, it's amazing. Dat is eigenlijk Matthijs van Nieuwkerk. I think we all have to agree. Target training truly is an amazing discovery. Het is niet te geloven. En daarin zit wat top is. Hoe gebeurt het dan? Hoe gebeurt het zo? Het is ongelooflijk. Dit is gewoon Telcel. En nu komt er een item dat helemaal ingevuld wordt door het ITVA. Dus er is echt duidelijk een dealtje met ITVA. Man op de Maan, het internationale documentaire festival ITVA is begonnen. Daphne Bunskoek presenteert het festival en bespreekt daarom de mooiste documentaires. Ze wordt betaald door het festival. Ze is in dienst van het festival. En daarom is zij de aangewezen persoon om ons te vertellen hoe goed het festival dit jaar is. Ja. Want wie is er nou meer geschikt om ons te vertellen hoe goed het is dan iemand die betaald wordt door het bedrijf? Ja, precies. Nou, misschien iemand die niet betaald wordt door het bedrijf. Precies. Welke films Daphne Bunskoek ook gaat introduceren, zij gaat altijd films die op het ITVA draaien introduceren. En ze zal nooit zeggen, dit jaar zijn de films op het ITVA niet zo boeiend. Ja, precies. Ze zijn altijd ontzettend boeiend. En ze bespreekt niet de mooiste documentaires, ze bespreekt de mooiste ITVA-documentaires. Ja, en zijn het de mooiste documentaires of zijn het de documentaires waar ze eigenlijk nog wat meer kaartjes voor zouden willen verkopen? Ja, dat ga je dan afvragen, want het is gewoon een verkoper. Want zij is gewoon het mondstuk van ITVA. Ja. Zij is geen zelfstandig persoon die een oordeel velt. Nou, en dan krijgen we natuurlijk vervolgens muziek. Soul, jazz en hip-hop. En op zijn laatste album, Keep Your Hands Up, mocht hij samenwerken met de legende Deodato, Darius Dante. Wel grappig dat hij zegt laatste album, waarmee hij suggereert dat Darius Dante meerdere albums heeft. Maar Keep Your Hands Up is ook zijn eerste album. En mocht hij samenwerken met de legende Deodato. Dus dat is ook weer zo'n sticker. Inderdaad, ook weer een vermijdbare uiting. Keep your hand up, ligt in de winkel. Ligt in de winkel. Nou, veel duidelijker dan dit wordt het niet. Dan schuift Roel van Velzen aan. Roel van Velzen, populairder dan ooit. Medebedenker van The Voice of Holland. Eerste theatertour is aan de gang. Eerste keer Carré komt eraan. Roel improviseert hier straks op los hier aan tafel. Nu eerst Fokke en Zucker. Het is zijn jaar en het is hem zeer gegund. The Voice of Holland is ook zijn succes. Hij heeft zijn eerste theatertour. België staat op omvallen. Aan tafel zit Roel van Velzen. Want zo is het, hè? Want zo is het, hè? Hey, het wordt hem aangeboden. Ja. Het koekje, jij zei net, je hebt al van de koekjes gegeten. Dit is weer zo'n koekje. Mondje open, want zo is het, hè? Want, ja. Populairder dan ooit is wat mij betreft een vermijdbare uiting. Het is zijn jaar en het is hem zeer gegund. Vind ik ook een vermijdbare uiting. Ja. Je hoeft hem niks te gunnen, je kunt hem gewoon interviewen. Precies. Oké, je kunt hem gewoon introduceren met feiten. Roel van Velzen was de eerste huisband van DWDD. Mm. Dus zij zijn mede verantwoordelijk voor het succes van Roel van Velzen. Hoe meer ze hem oppompen, hoe groter ook zij worden. Dus nu hebben we die uitzending doorlopen. We hebben een heleboel vermijdbare uitingen gevonden. Ja. Een conclusie. DWDD krijgt een boete als het reclame maakt voor een servies. Terwijl het in dezelfde uitzending ongestraft reclame maakt voor films, muzikanten, festivals, publieke personen. Die je eigenlijk zou kunnen zien als een soort eenmansbedrijven en dergelijke. Hoe kan dat? Nou, dan gaan we weer even terug naar de wet. Hier staat, in media aanbod van informatieve of educatieve aard, nou, daar valt de wereld eronder, zijn vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van een product of dienst toegestaan, mits a. de vertoning of vermelding past binnen de context van het media aanbod. Goed, daar voldoet de wereld eronder in de meeste gevallen wel aan, want een context is het media noemen van producten, diensten. En personen die je zou kunnen zien als voornamelijk leveranciers van producten of diensten. B. De vertoning of vermelding geen afbreuk doet aan de formule of de integriteit van het mediaaanbod. Integriteit wordt doorgaans opgevat
als gespeend van belangenverstrengeling. Ja. Iemand die betaald wordt door een bedrijf, zelf ook een bedrijf is en iets aanprijst van dat festival waarvoor diegene betaald is, is wel degelijk aangetast door belangenverstrengeling. Dan C, de vertoning of vermelding niet op een overdreven of overdadige wijze plaatsvindt. Mm-hmm. C, schenden ze voortdurend. Wanneer je heel de tijd woorden gebruikt als allerbeste, top, tovenaar, geniaal, geweldig. Ja. Dan dat vind ik overdadig. Ja. D, er geen sprake is van specifieke aanprijzingen van deze producten of dienst. Nou, daar voldoen ze helemaal niet aan. Er is nog een artikel. Ja. Artikel 10... Lid 2 daarvan is belangrijk, want daar staat in afwijking van artikel 9, eerste lid, aanhef en onderdeel D, mag mediaaanbod van informatieve of educatieve aard vermijdbare uitingen bevatten die bestaan uit het aankondigen en recenseren van boeken, video's, compact discs en soortgelijke culturele uitingen, als mede van toneel, muziek en filmuitvoeringen, tentoonstellingen en soortgelijke evenementen van kunstzinnige aard. Dus er wordt een uitzondering gemaakt op onderdeel D van lid 1 van artikel 9. Er mogen specifieke aanprijzingen van producten of diensten plaatsvinden als die producten of diensten van kunstzinnige of culturele aard zijn. Goed, daar komen ze dan mee weg, want inderdaad, datgene wat ze aanprijzen kun je kunst en of cultuur noemen. Maar aangezien A, B en C nog steeds gelden voor cultuur, vind ik dat ze nog steeds artikel 9 schenden. Ja. Vooral op C en mogelijk ook op B. Ja. En dat sluit ook heel mooi aan bij wat we net gezien hebben. Ja. En we zien ook heel mooi dat Maarten van Rossum ook voelt dat dat niet juist is en dat corrigeert. En wij hebben nu gezien dat klopt, want het is zelfs niet conform de Nederlandse wet. Zelfs de wetgever heeft hieraan gedacht. Ja. Helaas denkt het commissariaat voor de media er niet aan. Maar dan wil ik nog heel even hebben over dat lid 2 van artikel 10. Let op hoe kunst en cultuur hier gedefinieerd worden. Er worden echt vormaspecten genoemd. En die worden vervolgens gebruikt om een inhoudelijke kwalificatie te geven van die zaken. En dat vind ik gevaarlijk. Nu zegt de wet eigenlijk, boeken zijn belangrijk. Maar wat is er dan belangrijk aan boeken? Niet wat erin staat. Nee, wat belangrijk is, is dat je het zo openslaat en dat er dan lettertjes staan en die jij dan leest. Dat precies. Is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, want als je dat hebt, dan kun je dat kopen en in je kast zetten. En dan denken mensen, die is intelligent. Ja, een boek is een stapel aan elkaar gelijmd papier met een omslag van karton. Ja. Een servies is gebakken klei. Ja. Waarom is het boek cultuur en het servies niet? Het servies valt gewoon binnen deze clausule. En het is echt heel idioot dat de commissie dat servies beboet heeft en al deze andere uitingen niet. Ofwel hadden ze dat servies door de vingers moeten zien, ofwel hadden ze die hele uitzending moeten beboeten voor alle stickers. Ik zou met mijn leekiekennis al een heel aardig eindje komen, denk ik, met het vrijpleiten van dat servies. Ja. Op basis van dit artikel. Dat servies is net als een boek en een cd door een eenling gecreëerd en vervolgens gedupliceerd. Ja. Dat is hetzelfde. Ja, en je kunt het echt cultuur noemen, een servies. Ja. Het is Het is gemaakt door iemand. Dat is onze cultuur. Het is een creatieve uiting van iemand in een creatieve hobbybui. Ja. Dat is toch onze cultuur? Ja. Wat is onze cultuur anders dan hobbyisten die dat dupliceren? Ja. Zo'n wet is ervoor bedoeld om te zeggen, nou nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Ja. Dit is hoge goede kunst. Hm. En dat moet beschermd worden tegen al die stortvloed. Het ligt voor de hand om te zeggen, oké, maar dit was een aflevering uit 2010. Sindsdien is het programma enorm verbeterd. We gaan dus door naar 2014. Wat doet de Wereld Draait Door nu? Want dit is 4 jaar geleden en dat is allemaal niet meer actueel. Sinds dit jaar heeft de Wereld Draait Door een nieuw type item, de pitch. En dat is een item waarin een tiental makers, of zelfs 20, een zeer korte tijd krijgt om een werk onder de aandacht te brengen. 20 daarvan zijn vanavond bij ons om ons enthousiast te maken voor hun voorstelling. Zendtijd 30 seconden. De sprekers hebben allemaal geldelijk belang bij de verkoop van het product dat ze bespreken en zijn daarom dus niet betrouwbaar. En waarom uit alle mogelijke gasten juist deze sprekers worden uitgenodigd, komen we niet te weten. Het is de taak van publieke programma's en van de publieke omroep om niet alleen kunst en cultuur onder aandacht te brengen, maar dat daarboven te doen op een inhoudelijke manier. Ik weet ook niet precies hoe je een grote roman moet pitchen, maar wat ik wel weet is dat dit het eerste boek is waarvan ik niet wist dat ik het in had. Dus het zou de taak van het programma zijn, elke keer
als er wordt gesproken in wervende one-liners om te zeggen, ho, wacht even, mag ik hier een inhoudelijke vraag over stellen? Ja. En net dat laten ze na. Ja. Dan stopt het. Want dan zijn de 30 seconden voorbij. Die verbranden in de door de populaire cultuur gekleurde mediademocratie. Yes. De Wereld Draait Door doet niet eens meer de moeite om reclameboodschappen in te bedden in zogenaamd informatieve items en interessante gesprekken. Ze zeggen gewoon, ieder 30 seconden, maak even reclame. Elke pitch heeft geen enkel ander doel. En dit hele item heeft geen enkel ander doel dan het bevorderen van de afname van producten en diensten. Dat is de definitie van een pitch. Dus je zou zelfs kunnen zeggen, dit is een vermijdbaar item. En ik vind dat gênant om naar te kijken. Ik zie makers spartelen. Ik krijg medelijden met deze makers. En ik moet soms wegkijken van plaatsvervangende schaamte. En de Wereld Daardoor zet ze gewoon daartoe aan. Zet ze tegen elkaar op. Yes. Nog een recente ontwikkeling. 30 september dit jaar werd het nieuwe boekenpanel geïntroduceerd van De Wereld Draait Door. We presenteren voor dit seizoen 4 nieuwe boekhandelaren. Wouter Cajot van boekhandel Stad Leest in Antwerpen. Veronique Snijder-Kramer van boekhandel Kramer in Winterswijk. Casper Lukkerhof van de Kennemer Boekhandel in Haarlem. En Grietje Braaksma van de Bijenkorf. Yes! 4 boekhandelaren. Dus mensen die er geldelijk belang bij hebben dat de boeken in hun winkels worden verkocht. En bovendien zullen ze tot een gezamenlijk besluit moeten komen. Ook nog. Dus er zal een boek gekozen moeten worden wat in alle 4 de winkels ligt. Ja, waarschijnlijk wel. En sowieso in de Bijenkorf. Dus het boek van de maand is sowieso een boek dat in een warenhuis ligt. Ja. Dit is niet zomaar een item. Ja. Ze hebben allemaal een handvol stickers. En ze gaan nu als een idioot namens de Wereld Draait Door, gedrild door het mechanisme, gaan ze op alle stickers plakken. Ja, ja. En dit zijn ook letterlijk stickers. Het boek van de maand krijgt een sticker in de publieke ruimte. Jullie hebben met z'n 4 besloten in almachtige wijsheid. Daar is de overdadigheid weer. En de vermijdbare uiting. Het gedraagt zich als een hof. Je behaalt een zekere populariteit op eigen kracht, zonder de Wereld Draait Door. Vervolgens word je binnengehaald in de Wereld Draait Door. Zij vragen van jou de rol te spelen daar die zij willen dat jij speelt. Jij speelt die rol. In ruil daarvoor complimenteren ze jou overdreven en overdadig. Dat is goed voor hun programma, want dan hebben zij dus een ontzettend bekwaam iemand in hun programma. Waarmee zij dus weer een ontzettend goed programma zijn. En jij hebt er plezier van, want die aanprijzing is weer geld waard, elders. Ik heb geen idee waarom dat servies niet mocht. En dit allemaal wel. Dat snap ik niks van. Dat vind ik onlogisch. Het is heel fijn dat Maarten van Rossum in de aflevering van 2010 zat. Waardoor wij een goede verwijzing hebben. Ja. Maarten van Rossum toont aan dat het heel goed mogelijk is om dit niet te pikken. Ja. En dat het ook nodig is om dit niet te pikken. Hij heeft het zelfs onderbouwd. Via een hele eenvoudige, door iedereen goed te begrijpen redenering, heeft hij aannemelijk gemaakt dat het zelfs gevaarlijk is om je allemaal dingen aan te laten leunen. Ja. Om je mooier te laten lijken dan je bent. Ja. Dat zal ook voor een debutant zijn die een debuut-cd maakt. Ja. Die mag ook zeggen, gast, dit is mijn debuut-cd. Ja. Niet mij mooier maken dan ik ben. Ja. Voorheen vond ik echt De Wereld Draait Door veroorzaker van dit probleem. Ja. Alleen dit probleem zal De Wereld Draait Door als verweer kunnen opwerpen, kan alleen maar ontstaan als daar heel veel mensen aan meewerken. Ik wil niet zeggen iedereen die hier aan meedoet is gek of iedereen die in dat programma gaat zitten is gek. Wat ik wel wil zeggen is, blijf bij jezelf en blijf bij de inhoud. Ja. Je kunt gewoon aanschuiven aan tafel van De Wereld Draait Door in een, laten we wel wezen, goed bekeken talkshow. Ja. Ik snap dat dat in ieders eigen belang ligt om daar te verschijnen. Dat snap ik heel goed. Toch kun je ook heel eenvoudig zeggen, jongens, ik doe niet mee met de onzin. Ik ben hier voor inhoudelijke zaken. Ja. En die verantwoordelijkheid draagt niet alleen het programma. Die dragen ook mensen die aan dat programma bijdragen. Ja. Je kunt gewoon meedoen aan het DWDD-lied en valsen zingen. We zien een uit de klauw gegroeid experiment. Ja. Ik denk dat het hoog tijd is voor een koud glas water in het gezicht. Ja, ja, het experiment is zeker uit de klauw gegroeid. En we hebben in onze vorige besprekingen al aangetoond dat het in strijd is met het gezond verstand en de goede smaak. En we hebben nu aangetoond dat het ook nog eens in strijd is met de wet. En ik zou willen zeggen, De Wereld Draait Door is propaganda. De Wereld Draait Door is propaganda van gemeenschapsgeld. Daar ben ik het mee eens. De Wereld Draait Door is feitelijk propaganda. Mag dat niet? Natuurlijk, je mag propaganda maken, maar niet van gemeenschapsgeld. Ja. Dus, De Wereld Draait Door wordt commercieel. Ja. En maak propaganda.
U weet alles van dat land. Wereldtop van de allerbeste legende. Top van Maas van Nels. Tovenaar. Topkok. Want zo is het, hè? Om ons enthousiast te maken. Rinke de Winkel. Populairder dan ooit. En dat is hem zeer gegund. Als mooimaker in de wereld. Om u en mij warm te maken in de winkels. Ik dank jullie zeer. Zendtijd 30 seconden. Het is niet te geloven. Oh, oh, oh.